Vandaag oefenen we nog eens op hoofdletters en leestekens. Luister maar naar de volgende zin. Och nee, Leen is ziek. Ze wil niet eten, mama, bel je de dokter? Deze zin klopt iets niet. Wat klopt er niet, weet jij het? Had je het geraden dat ik eigenlijk af en toe eens moet pauzeren tussen mijn zinnetjes? Ja, dit is meer dan één zinnetje. Op het einde van elke zin hoort een leesteken. Bijvoorbeeld voor deze zin. Och nee! Ik roep dat, dus ik zet daar een uitroepteken en dan begin ik een nieuwe zin. Leen is ziek. Dat is ook een zinnetje. Daar zet ik een punt achter. Ze wil niet eten. Ook een zin. Mama, bel je de dokter? Dat is ook een zin. Het is een vraag. Dus zet ik er een vraagteken achter. Zo klinkt het al beter. Luister nog eens goed. Och nee, Leen is ziek. Ze wil niet eten. Mama, bel je de dokter? Hoor je het? Zo klopt het wel. Nu is er nog één ding dat niet klopt. Kan jij het zien? Had je het geraden dat we nog hoofdletters ontbreken in deze zin? We gaan eens kijken, waar moeten mijn hoofdletters? In het begin van elke zin en bij een naam. Och moet dus met een hoofdletter, want het is het begin van mijn zin. Leen is zowel een naam als het eerste woordje van mijn zin. Ze, eerste woordje van mijn zin. En mama is ook het eerste woordje van onze zin. Een hoofdletter. Gebruik je aan het begin van een zin, bij een naam, bij namen van een land, een stad, een dorp, een straat en de rest, dat ga je later leren. Leestekens, dat gebeurt aan het einde van een zin. Een punt, wanneer je gewoon iets zegt. Een uitroepteken, wanneer je iets roept. En een vraagteken, wanneer je iets vraagt. Je hebt ook leestekens bij een opsomming. Een komma, zodat je niet steeds en hoeft te zeggen. Bijvoorbeeld, mama koopt bloemen en kaarsen en taart en vlaggetjes voor mijn verjaardag. Hoor je het? Ik moet elke keer en zeggen. Dat doe ik niet, ik ga in de plaats een komma gebruiken. Mama koopt bloemen, kaarsen, taart en vlaggetjes voor mijn verjaardag. We gaan er nu oefeningen op maken in ons boek. Neem je boek les 10, dat vind je op pagina 10. De eerste oefening. Je hebt daar een tekstje en jullie moeten de hoofdletters en leestekens die ontbreken invullen. Luister goed, ik lees alles eens voor, want je gaat moeten luisteren of ik iets roep of niet. Daarom ben je best dat je het samen met mij dit nu invult. Roodkapje gaat naar het bos. Wat ziet zij in het bos? Ze ziet bloemen, vlinders, vogels, een haas en een konijn. Oei! Daar is de wolf. Moet Roodkapje nu niet vluchten? Help! Wie kan haar helpen? Is de weg naar haar oma nog lang? Ze begint te lopen, zo snel als ze kan. Ging dit voor jou te snel en heb je dit nog eens nodig, dan kan je dit opnieuw beluisteren in het filmpje. Maar ik ga nu de volgende oefening uitleggen. Bij deze oefening moet je eigenlijk iets over jezelf opschrijven. Ik ga een voorbeeldje geven. Ik ga dat doen met de gegevens van onze school. Dus, denk goed na, hoofdletters schrijf je bij namen van mensen of van dieren en bij je adres. Dus bijvoorbeeld je straat, de stad waar je woont, het land waar je woont. Mijn naam en voornaam. Valerie van Driessen. Valerie met een hoofdletter, van en Driessen. Alle drie met een hoofdletter. Jij schrijft dat natuurlijk niet op, hè? Jij schrijft straks je eigen naam. Mijn straat- en huisnummer is het adres van onze school.
Ulenstraat 83 en Ulenstraat schrijf ik met een hoofdletter. De gemeente is Sint-Jans-Molenbeek. Sint-Jans en Molenbeek is alle drie met een hoofdletter. Mijn provincie mag je schrappen, want wij zitten in Brussel. Drie meisjesnamen, ik ga namen van bij ons op school nemen. Carolien, Samira en Joke. Alle drie met een hoofdletter. Want het zijn natuurlijk namen van mensen. Drie jongensnamen ga ik ook bij ons op school eens kijken. Davy, Niels en Mohammed. Drie meesters van bij ons op school. Nu probeer jezelf. Veel succes!